meer dan daarnet. Ja. Jesaja 41 vanaf vers 1. En God spreekt daar: zwijg voor mij, kustlanden. Laten de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken. Laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft hij de volken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede, over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin: ik, de Heere, die de eerste ben, en bij de laatsten ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einden van de aarde beefden en kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die met de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik verkozen heb, het nageslacht van Abraham, die mij lief had, u die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei: u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Tot zover. We zijn nog maar net begonnen aan het nieuwe jaar 2017. De tweede zondag in het nieuwe jaar. En ik zou eigenlijk heel persoonlijk aan iedereen hier willen vragen: ben je bezorgd over 2017? Zie je dit nieuwe jaar misschien wel met vrees tegemoet? Omdat er misschien wel heel veel is wat je in het hoofd moet bieden in dit nieuwe jaar. Want tenzij we oppervlakkige vlierenfluiters zijn die reageren op alles wat op hen afkomt met: ach ja, het komt wel goed. Don't worry, be happy. Tenzij we zo zijn, zou het niet normaal zijn dat we aan het begin van het nieuwe jaar zorg en vrees zouden kennen? Nieuw jaar. En misschien zijn er wel vraagtekens. Ten aanzien van die school waar je op zit en de prestaties die daar geleverd moeten worden. Een opleiding die we gaan oppakken en we vragen ons af: kunnen we het aan? Of het is het werk wat veel van ons vraagt, en opnieuw we vragen ons af: kan ik het bolwerken? We hebben dat voor onszelf, we hebben dat ook voor onze geliefden. Misschien moeten we naar het ziekenhuis voor een onderzoek, voor een operatie, en is de vraag: komen we erdoor? Kan ik het dragen? En ook onze geliefden, partners, kinderen, ouders, familie, vrienden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Kan je soms zorgen hebben en de vraag stellen: hoe pak dat nieuwe jaar, hoe pak dat uit? En dan zijn er waarschijnlijk toch ook van tijd tot tijd ook die vragen die te maken hebben met de tijd waarin we leven. 2016 is voorbij gegaan en ik weet niet hoe u dat ervaart, maar soms lijkt het net alsof er een soort
eindeloze stroom van nieuws en van berichten en van feiten over je heen komen, soms je overspoelen. En dag aan dag gaat dat door en veel van dat nieuws is niet fijn, is verdrietig. Zijn er dingen in de wereld die verdriet geven? Dat je merkt dat er problemen zijn die alleen maar worden opgelost als er werkelijk goede wil is. Maar wanneer mensen, politici of mensen in een bedrijf of in een organisatie, niet verder kijken dan alleen het eigen belang van het eigen land of van het eigen bedrijf of van de eigen organisatie of van zichzelf, dan kunnen zelfs hele goede ideeën, hele zinvolle oplossingen kunnen niet doorgaan. En dan valt het stuk op eigen belang, onwil, om werkelijk met elkaar samen te werken. Dit vind ik ook opmerkelijk, een tendens in onze maatschappij van de laatste jaren. Ik zou zeggen, de lontjes lijken steeds korter te worden. Nederlanders steeds ontevredener. En steeds meer lijkt het de gewoonte om je onvrede luid en duidelijk te verkondigen. Daarin zijn de media, de sociale media vooral, niet alleen maar registrerend, maar soms ook aanjagend. En ik vraag me af of de wil tot samenleven in ons land niet langzamerhand aan het verdwijnen is. Als je alleen maar je eigen mening verkondigt, steeds op luidere toon aandacht vraagt voor hoe jij de zaken ziet, steeds minder bereid bent om te luisteren naar iemand die daar misschien wat anders over denkt, alleen maar leest wat jou bevestigt in je eigen gelijk, alleen maar hoort wat in jouw kraampje te pas komt en steeds minder verdraagzaam bent tegenover iemand die anders denkt, dan neemt alleen maar de polarisatie toe en verdwijnt de wil tot samenwerken. Dat kan in een buurt zo zijn, dat kan in een organisatie zo zijn, dat zien we ook terug in de politiek. Dus als ik zeg vraagtekens, zorgen, zou het niet normaal zijn dat we over 2017 allemaal bezorgd zijn? Zou dat niet normaal zijn? En dan komt naar ons toe dat vers 10, want dat is eigenlijk het centrale vers dat we met elkaar hebben gelezen. Een woord dat in eerste instantie is gericht aan het Joodse volk in de Babylonische ballingschap. En dan mag je ook eerlijk de vraag stellen, mogen we dat woord, wat in eerste instantie tot dat volk is gericht, mogen we dat zomaar toepassen op onszelf in de tijd waarin we leven? Ik zou zeggen, niet zomaar. Alleen op basis van datgene wat apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 1, vers 20. Gods beloften zijn voor ons, ja en amen, in Jezus Christus. Alleen door Hem en in Hem krijgen wij deel aan kostbare en grote beloften. Broeders en zusters, dat is niet op grond van eigen verdiensten, maar alleen op grond van de genade die ons rijkelijk is geschonken door God, door onze Here Jezus Christus. Door Hem worden wij niet alleen verlost van zonde, maar krijgen we ook deel aan kostbare en grote beloften. Daarom mogen we vrijmoedig toepassen wat hier staat, ook op ons eigen adres. En we horen in vers 10 een dubbele oproep. Vrees niet. Wees niet verschrikt. Dus de Heere God zegt tegen ons, wat ook onze situatie is vanmorgen, wees niet bang. Wees niet bang voor de dag van morgen. Voor de problemen die je
op je pad krijgt. Voor de onzekere toekomst die 2017 op dit moment voor je is. Hebben we al voor onszelf opgemerkt dat angst en bezorgdheid de grote obstakels zijn voor blijdschap, vrede en rust in je hart. Die twee verhouden zich tot elkaar als licht tot duisternis. Waar het ene is, daar kan het andere niet in gelijke mate zijn. Als er licht schijnt in een kamer, is het niet tegelijkertijd helemaal donker. En is het in een kamer donker, dan weet je dat daar geen licht schijnt, geen enkel licht. En zo ervaren wij dat ook. Als er rust en vrede is in ons hart, dan zijn we niet tegelijkertijd vervuld van zorg en vrees. Maar is er zorg en vrees, dan eet dat de blijdschap en de vrede in je binnenste weg. Nu willen we graag altijd vol zijn van blijdschap en vrede. We willen helemaal niet angstig en bezorgd zijn. Maar we zijn het zo vaak wel. En dan komt daar die oproep naar ons toe in vers 10. Vrees niet. Wees niet verschrikt. En dan zeggen we, ja, dat willen we ook graag aan voldoen. Alleen de vraag is, hoe? Hoe kunnen we die zorg en vrees in ons hart verslaan? We weten zo goed, aan onszelf overgelaten lukt het niet. Maar het kostbare van vers 10 is dat er niet alleen maar die oproep staat, maar dat we ook de in staat stellende reden horen om niet bang te zijn. In heden en toekomst. En dat is zo helpend. Want zonder die in staat stellende reden, hoe zou je eraan toe kunnen komen ooit? Maar we vinden hier in vers 10 een vijfvoudige reden. De kinderen hebben het al gehoord. Waarom we niet bezorgd of bang hoeven te zijn. Vrees niet, want ik ben met je. Wees niet verschrikt, want ik ben je God. Ja, ik sterk je, ook help ik je. Zeker ondersteun ik je met mijn rechterhand van gerechtigheid. Dus waarom niet angstig en bezorgd zijn in dit nieuwe jaar? God zegt, ik ben met je, ik ben je God, ik sterk je, ook help ik je, ook ondersteun ik je met mijn hand, met mijn rechterhand. Je zou het kunnen omschrijven met voorzetsels. Ik ben met je naast ons, aan onze zijde. Ik ben je God boven ons, over ons. Ook sterk ik je van binnenuit, zodat we er tegen bestand zijn. Ik help je rondom ons, om ons heen, bij alles wat op ons afkomt. Ook ondersteun ik je onder ons, zodat we voor vallen worden bewaard. Dus de Heere God is boven ons, naast ons, rondom ons, onder ons. Van binnenuit helpt Hij ons. Hier een vijfvoudige reden om niet angstig en bezorgd te zijn. Bij alle vraagtekens die er staan, bij die onzekere toekomst die we ook in dit nieuwe jaar inwandelen. Maar het helpt ons als we vers 10 zetten in het verband waarin het staat. Dat is niet alleen maar verantwoord lezen van de Bijbel, maar het werpt ook licht op vers 10. Want vers 10 is de climax, maar dat begrijp je beter als je zicht hebt op wat eraan vooraf gaat in vers 1 tot en met 9. En we lezen vanmorgen uit het boek van de profeet Jesaja. En dat boek kent twee hoofdgedeelten. Hoofdstuk 1 tot en met 39 is het eerste deel.
Hoofdstuk 40 tot en met 66 is het tweede deel. En dat eerste hoofddeel, hoofdstuk 1 tot en met 39, dat speelt grotendeels zich af in de tijd van Jesaja zelf. Zeg maar ruwweg 740 tot 700 voor Christus. En ook de tijd die daar onmiddellijk op volgt, de 7e eeuw, zeg maar van 700 tot 600 voor Christus. En in die tijd wordt de politieke situatie rondom Israël vooral bepaald door de grootmacht Assyrië, wat nu Noord-Irak is. Met de grote steden Nineveh en Assur, dat zijn de hoofdsteden van dat grote Assyrische Rijk. En in 722 voor Christus, dus in de tijd van Jesaja, wordt het tienstammenrijk in het noorden, met de hoofdstad Samaria, wordt weggevaagd door de Assyriërs. En die stammen, die tien stammen, die worden ook weggevoerd naar Assyrië. En dan blijft alleen maar het tweestammenrijk in het zuiden over. Hoofdstad Jeruzalem en de twee stammen Juda en Benjamin. Maar net als het tienstammenrijk in het noorden, zal ook dat tienstammenrijk het oordeel niet ontgaan. Vanwege alle zonde die er is. Vooral afgoderij. En ongehoorzaamheid aan God en onrecht in de samenleving. Maar het instrument dat God gebruikt als een oordeel voor dat tweestammenrijk, dat is niet Assyrië, maar het volgende wereldrijk, Babylonië, met koning Nebukadnezar. Die koning zou komen en het land bezetten, de tempel in Jeruzalem verwoesten, Jeruzalem plunderen en platbranden en het volk wegvoeren in Babylonische ballingschap. Dat alles voorziet Jesaja en hij voorzegt het ook. Dus het is ook een oordeelsaankondiging aan het volk. Maar door de genade van God gebeurt er iets heel bijzonders in het boek Jesaja. Want deze profeet mag verder kijken. Hij mag kijken over dat oordeel heen. Hij mag kijken over die Babylonische ballingschap heen. En hij mag verder kijken en zien dat God zijn volk zal terugroepen uit de ballingschap, terug naar het beloofde land. Er zal dus licht zijn aan het einde van die donkere tunnel. Dat oordeel is niet het einde. God maakt een nieuw begin. En vooral vanaf hoofdstuk 40, het tweede deel, zie je dat ook. En dan komen daar die mooie woorden, troost, troost mijn volk. En het is net alsof er licht gaat schijnen aan het einde van die donkere tunnel. En het wonderlijke is dat God dat nieuwe begin gaat maken door opnieuw een wereldrijk, Perzië. En de eerste koning van dat rijk is koning Kores. En meer dan 150 jaar voordat het zover is, zeg maar van ongeveer 700 voor Christus tot 539 voor Christus, wanneer Kores koning wordt, noemt Jesaja zelfs de naam van deze koning bij wie dat nieuwe begin gemaakt wordt. Jesaja 44 vers 28... En hoofdstuk 45 vers 1, daar wordt gesproken en daar wordt de naam van Kores genoemd. Hoe vertroostend zijn deze profetieën voor het volk, ook als het in ballingschap moet gaan. Als het door die hele donkere periode heen gaat. Want de tempel en de stad zijn verwoest. Het volk is weggevoerd. Over de mensen komt iets, het is gewoon afgelopen met ons. Door onze zonde, door onze schuld, hebben we het zo verknald bij God. Het is over en uit. En dan zijn hier de woorden van de profeet. Meer dan 100 jaar voordat het zover is. En wordt het perspectief geboden, dit zal het einde niet zijn. Maar God zal nieuwe dingen doen. Vanaf hoofdstuk 40... horen we dat. En in hoofdstuk 41 wordt dat eigenlijk ook al ingeleid.
En je zou bij vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 41 die vraag kunnen stellen: wie is nou die God van vers 10? Want als die Heere God tegen ons zegt: vrees niet, want ik ben met je. Wees niet verschrikt, want ik ben je God. Dan mag je de vraag stellen: maar wie bent u dan? Wie bent u dan? En dan is het zo bijzonder om te letten op wat hier de Heere over zichzelf zegt. En dat helpt ons om vers 10 nog veel beter te begrijpen. Het eerste vinden we in vers 1 tot en met 4. Zwijg voor mij, kustlanden. Laten de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken en laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft hij de volken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Dus de Heere God daagt hier de volken uit en zegt: oké, volken, laten wij deze zaak nou eens samen bespreken. Laten wij nou eens met elkaar vaststellen wie op aarde de macht heeft. Ik, de Heere, of jullie goden. Laten we daar eens een goed gesprek over hebben met elkaar. En geef dan eens antwoord op deze vraag: wie wekt koning Kores, de koning van Perzië, op, die een nieuw wereldrijk sticht, die dat wereldrijk Babel in één vliegende vaart overrompelt en dan verder gaat, dat hele Midden-Oosten in beslag neemt en dan verder gaat en datgene wat nu Turkije is helemaal in beslag neemt? Wie kan zo'n koning aankondigen, doen opstaan en gebruiken om zijn plannen te volvoeren? Geef antwoord. Wie kan dat doen? Alleen de Heere, de enige waarachtige God. Hij is de absolute heerser over alle machthebbers op aarde. En hij kan ze gebruiken om zijn plannen te volvoeren. Zoals het staat in Jesaja 40, vers 22. Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. God die Kores gebruikt om dat hele Midden-Oosten te overwinnen. En die God zegt: ik ben met je. Ik ben je God. Tweede, vers 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, de Heere, die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. We hebben het antwoord op die vraag van vers 4 al gegeven, de Heere. Maar nu letten we op de manier waarop God zelf antwoord geeft. En letten we op datgene wat hij over zichzelf uitspreekt. En dan vinden we in vers 4 een omschrijving van Gods eigen naam, zoals we die ook kennen uit Exodus hoofdstuk 3. Ik ben die ik ben. Ik ben dezelfde. God verandert niet. Hij staat boven de geschiedenis
en boven de tijd. Alles om ons heen en ook wij zelf veranderen in de loop van de tijd, in de loop van de geschiedenis. Niks blijft zoals het was. Alles verouderd, verandert, vervalt, sterft, verdwijnt. Dat is ook het grote thema van het boek Prediker. Prediker, het boek Leer leven, die korte tijd dat je op aarde bent, met je vergankelijkheid. Leer leven in een wereld die vluchtig is, voorbij gaat, waar niks blijft, waar alles verandert. En jijzelf ook. En alles gaat voorbij. Jij ook. Opperste vluchtigheid. Opperste vergankelijkheid. Alles is vergankelijk. Onze spullen, onze bezigheden, onze relaties, de dingen die we doen, daar waar we trots op zijn, waar we onze tijd aan geven, niks blijft staan. Het gaat voorbij. Dat is de harde, maar ook de realistische les van het boek Prediker. Maar alleen de Heere God, die zelf staat boven de stroom van de tijd en de geschiedenis, maar wel kan ingrijpen in de tijd en de geschiedenis, alleen die God kan zeggen, ik ben de eerste en ik ben en blijf altijd dezelfde. Mijn kracht neemt nooit af. Ik verouder niet, ik slijt niet, ik verval niet. Ik blijf dezelfde. Ik word nooit moe. Als alles vergankelijk is, vervalt en verouderd, ik niet. Ik ben vandaag die ik altijd al was. En ik zal voor eeuwig zijn die ik altijd geweest ben. Ik blijf dezelfde. Ik verander niet. Ik kan dus mijn woorden altijd waarmaken. Ik kan mijn belofte altijd realiseren, want er is bij mij geen verandering of zweem van ommekeer. In de woorden van hoofdstuk 40, vers 28, weet u het niet? Hebt u het dan niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, hij wordt niet moe en niet afgemakt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerde de sterkte van wie geen krachten meer heeft. Dus ons batterijtje laat leeg. Hoe sterk we ook zijn, hoe vindingrijk en creatief en energiek we ook zijn, zelfs de beste en de sterkste onder ons merkt dat hij het op een gegeven moment, dat het batterijtje leeg raakt. Zo niet de Heere God. Hij kan ons altijd sterken en bemoedigen. En houdt dan nog oneindig veel over. Hij geeft de machteloze kracht en de moede vermeerderd hij sterkte. En hij verandert daarbij niet. En deze God zegt tegen jou en mij, ik ben met je. Ik ben je God. Het derde vinden we in vers 5 tot en met 9. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde der aarde beefde. Ze kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander en zei tegen zijn broeder, wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. En hij die met de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik verkozen heb, het nageslacht van Abraham, die mij lief had, u, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. In vers 1 zei de Heere al, laten de volken nieuwe kracht putten, als ze dat kunnen. Maar ze zoeken het niet bij de enige ware God. Ze proberen zichzelf op te krikken met een soort moed der wanhoop. Vers 6. De een hielp de ander
Tegen zijn broeder zei hij: wees sterk. Is het niet een beetje zielig wat hier staat? Dat de ene tegen de ander zegt: jongens, we zien die dreiging aankomen, koning Kores en dat nieuwe rijk. Maar we zeggen tegen elkaar: houd moed, kom op, tjaka, we gaan het wel redden. Maar het is eigenlijk bluffen. Je kan het niet waarmaken. Je kan het niet waarmaken. Je probeert jezelf moed in te praten, maar het is de moed der wanhoop. En dan even verder zeggen ze tegen elkaar: weet je wat we doen? We gaan nog wat afgodsbeelden erbij fabriceren. Die zullen ons wel helpen. En de ene vakman zegt tegen de ander: dat is mooi werk, joh. Dat is een mooi beeld wat je daar gemaakt hebt. Vakwerk. Maar helpen die afgodsbeelden tegen de dreiging die eraan komt? Ze zijn mooi gemaakt. Maar helpen ze uit de nood? Nee. Ik vraag me werkelijk af of de mens, ook de mens van deze tijd, werkelijk heel anders is. Ook in deze tijd. Mensen zien dreiging op zich afkomen. Ze maken zich zorg en proberen ergens zekerheid, fundament te vinden om datgene wat op hen afkomt, om daarmee om te gaan. En misschien zetten ze dan niet antieke afgodsbeelden bij zich thuis. Maar kunnen ze zich wapenen met dingen die evenzeer door mensen gefabriceerd zijn. En die voortkomen uit onze eigen breinen. Of het nou je huis met de tuin is. Of die hobby. Of de sport. Of de muziek. Of de carrière. Of de projecten en bezigheden die we nalopen met allemaal ijver. En dan zeg je daarvan: dit is goed, dit helpt me, dit trekt me er doorheen als het moeilijk wordt. Dan is het toch niet zo. Zeker niet in die laatste crisis, wanneer je moet sterven en alles hier achter moet laten. Wat Jesaja naar voren brengt, is dat afgodsbeelden niet sterker zijn dan de mensen die die afgodsbeelden hebben gemaakt. Ze zijn gemaakt door mensen, opgesierd, gefabriceerd, aangekleed door mensen, maar ze zijn nooit groter dan de mensen die hen hebben gemaakt. Dus bouw je op iets dat even armzalig, klein, voorbijgaand, zwak is als jijzelf. Dat is de steun die je zoekt. Of het nou een afgodsbeeld is, of het zijn je projecten, of je huis, of je carrière. Al die afgoderij is even zwak om je door de crisis heen te helpen. Maar God zegt tegen Israël: ik heb u verkozen. Zoals ik Abraham heb geroepen uit dat verre Ur der Chaldeeën. Zoals ik Israël eens wonderlijk bevrijdde uit de slavernij uit Egypte. Zo ben ik bij machte om jullie terug te halen uit de Babylonische ballingschap en terug te brengen in het land Israël. Want ik heb jullie gekozen en geroepen tot de dienst aan mij, om in relatie met mij te leven. Broeders en zusters, zo is het voor Israël, zo is het ook voor de gemeente van Jezus Christus. Laten we bedenken dat niet wij op enig moment zijn begonnen met God, maar dat het altijd andersom is. Op enig moment is Hij begonnen met ons. En als wij ons vandaag mogen noemen kinderen van de Hemelse Vader, dan is dat niet omdat wij dat eerst hebben bedacht, gepland, gewild. Hij voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 3 en 4. God heeft ons immers in Jezus Christus uitverkozen voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn. In liefde
heeft Hij ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. En dat is dezelfde God waarvan de apostel Paulus spreekt in Filippenzen 1 vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dit zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Wanneer Christus verschijnt in heerlijkheid en majesteit. Dat is de God die we voor ons hebben. Ook in Jesaja 41 vers 10. Niet zwak, armzalig, voorbijgaand als de afgoden, maar de God die roept, verkiest, ontzet in relatie tot Hemzelf, nooit meer loslaat. Hij zegt, ik ben met je, ik ben je God. Dus broeders en zusters, wat wij in 2017 moeten leren is dit. We moeten minder introspectief zijn dan we meestal zijn. Als er problemen op ons afkomen, als er uitdagingen op ons pad komen, als er zorgen zijn of dingen waarvan we bevreesd worden, dan hebben we allemaal de neiging om naar binnen te kijken en tegen onszelf te zeggen, wat heb ik om dit het hoofd te bieden? Wat zijn goede punten in mijzelf, zodat ik het tegen kan? Wat voor strategieën kan ik bedenken om hier goed mee om te gaan? Wat kan ik aanboren? En ik zou niet willen zeggen dat dat geen plaats heeft. Het heeft wel plaats. Alleen, we moeten daar niet stoppen en we moeten daar ook niet beginnen. Wat we vooral moeten leren is ook van onszelf wegkijken naar onze God. Wie maakt nou alle verschil uit? Wat is de reden dat jij en ik in het leven zoals het is toch rust, vrede, blijdschap mogen kennen en dat angst en bezorgdheid en vrees toch niet de boventoon voeren? Wat is de reden? Of beter gezegd, wie is de reden? De God die zich uitspreekt in vers 1 tot en met 9 van Jesaja 41, is de God die tegen ons zegt, vers 10, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Als we straks thuiskomen, waarom pakken we niet een klein kaartje en schrijven dit vers erop en dragen dat met ons mee? En elke keer als daar de neiging is om bang, bezorgd, bevreesd te raken, pakken we dit kaartje en lezen we het voor ons. En denken dan daarbij, Hemelse Vader, u bent de reden dat ik niet bang, niet bezorgd hoef te zijn. U hebt beloofd dat u zelf alle verschil wil uitmaken. Dank u wel. Amen.